Hey, ik ben Henk Rijkaard en welkom in de Koterij. Jawel, lieve vrienden, vrolijk kerstfeest, want dat is al gepasseerd waarschijnlijk. Ja, inderdaad, dat is al gepasseerd, Henk. Ik heb hier een prachtig cadeautje voor mij en dat is van de Secret Santa van de Facebookgroep Make in Belgium. We doen ieder jaar een Secret Santa en dan worden er namen aan u toegewezen. Ik heb ook al een cadeautje gemaakt voor mijn Secret Santa en die heeft dat dus nu al lang gekregen en uitgepakt. Volgende week zien jullie wat ik heb gemaakt voor mijn Secret Santa en nu gaan we samen ontdekken wat mijn Secret Santa voor mij gemaakt heeft. Ja, ik ben benieuwd. Het is mooi verpakt in sterretjes inpakpapier. Er hangt een kaartje aan. Ja, oké. Voorspelbaar. Er staat op Secret Santa 2023. Ik ben geen subtiele uitpakker, maar deze is echt wel een gemakkelijke. Je moet ook altijd eerst eens voelen aan een kerstpakje. Zo hoort dat. Je moet voelen dat je misschien al een beetje kunt raden wat dat het is. Dan maakt het uitpakken nog zoveel plezanter. Het is iets meer. Het is zacht. Met knopjes. Dus ik denk een kledingstuk of zoiets. En met knopjes. Een hemd misschien. We gaan het samen ontdekken. En het is een kledingstuk. Alright, een trui. Een trui. Oh, yes, ik zie hier al kleine lichtjes. En iets dat ik vaak gebruikt heb vroeger. Van de glijdend naaiharen. Dat heb ik ooit gebruikt om het ritsalarm te maken op mijn broek, dat als mijn broek open staat, dat ik dat hoor. En de ritsofoon, als je het je nog herinnert. Ik zet anders op het einde van deze video een link naar de ritsofoon en zo. Dat is een jas waar je kunt muziek spelen op de rits. Super revolutionair instrument, daar ben ik schatrijk mee geworden. Maar het gaat hier natuurlijk niet over de ding die ik gemaakt heb, maar over wat mijn Secret Santa voor mij gemaakt heeft. Er zit een briefje bij. Dag Henk. Het idee voor jouw cadeau was er snel, de uitwerking wat minder. Een patroon zoeken, de kerstboom zeefdrukken op de stof viel mee. Wauw, dus het is zelf gezeefdrukt. Wauw, oké. Okay. Ah, en het patroon zoeken, dus dat betekent dat het ook zelf genaaid is. Ja, want die dingen worden genaaid, hè. Dus zeefdrukken op de stof, dat viel mee. Maar de kerstverlichting, helemaal met de hand genaaid. Tweemaal een plus- en een minkant. Ja, zo gaat dat met elektronica. Gelukkig raakte hij nog op de valreep af. Prettige kerst. En Annelies. Annelies is mijn Secret Santa. Dat is niet meer zo secret dan, hè, Annelies. Als ik mijn naam erop zet. Maar dat is een geheimpje tussen ons. En op 17 februari komt ze naar een show. Ja, fantastisch. Het is ook nog een beetje reclame voor mijn nieuwe stand-up comedy show. Apocalypse. Dankjewel dat je komt kijken, Annelies. Ik denk dat ondertussen iedereen zal komen kijken. Dat denk ik wel. Hè. Ja, ja. Je hebt nieuwjaarscentjes gekregen. Hè. Of je gaat ze nog krijgen. Dat is een goede investering. Gewoon even een anderhalf uur gewoon kapot gaan van het lachen. Dat is een goede investering. Ik zeg het maar. Lachen is gezond. Zeker in de wintermaanden en eigenlijk in de zomer ook. Het is altijd gezond. Zwat, goed. Dus, Valassi, dankjewel Annelies voor de kersttrui. Wacht. Ik ga hem aandoen natuurlijk. Hè. Maar het probleem is, ik heb hier nu zo'n microfoontje. Dus ik hoop dat dat oké is voor het geluid. Als het geluid vanaf nu crappy is, is het de schuld van Annelies. Goed, we gaan de kersttrui eens aandoen. Ja, oké. Okay. En past sowieso over mijn trui. Zo, hopla. Ja. Wacht, ik pak het microfoontje er even zo bij. Zo, voilà. Prachtige kersttrui. Dankjewel, Annelies. Maar wacht, ik moet nog eens zoeken hoe dat ik de... Hoe steek ik het aan, Annelies? Oké, okay, hier is een batterijtje. Annelies, waar is het knopje, Annelies? Het knopje voor mijn kerstlampjes. Ah, hier is een knopje. Oela, kijk eens hier. En ze flikkeren ook, de kerstlampjes. Annelies, dankjewel. Of moet ik zeggen, Secret Santa, dankjewel. Oh, dit is echt wel prachtig. Ik ga me op alle kerstfeestjes waar ik naartoe moet de volgende dagen, ga ik mijn kersttrui dragen. Sfeer zal ik sowieso wel brengen op alle kerstfeestjes. Oh, prachtig. Dankjewel, Annelies. Ha, voilà. Dit was het voor mij. Het was een korte, maar dat weet je, in de kerstperiode is het soms wat moeilijk. Volgende week ziet je wat ik gemaakt heb. En je kunt ook al eens naar de Facebookpagina Make in Belgium surfen. Ik zet hieronder ook een link. En dan kunt je kijken wat andere makers voor elkaar gemaakt hebben. Dan gaan
weer fantastische dingen staan. Dat ben ik zeker. Mijn kersttrui zet ik er zeker ook bij. En kijk eens ook bij al de verschillende inzendingen wat dat ik gemaakt heb. Misschien kunt je zien wat ik gemaakt heb. Want dat ik gemaakt heb, ja, ik heb er mij heel hard mee geamuseerd. Het is, misschien gaat je het wel herkennen als je mij kent. Swat. Kijk eens. Of dat je het ziet hier tussen staan. Goed, dit was het voor deze week. Dankjewel voor het kijken. Wat zeg ik? Ik heb er nog nooit gedaan. Dankjewel, beste kijkers. En ik zie jullie graag volgende week terug. En abonneer als je het nog niet gedaan hebt. En koop tickets voor Apocalypse. Hieronder ook naar de Facebookpagina. Oeh, je hebt veel werk. Go, 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 go. Het wordt nog een drukke dag. Ciao!